is bijna bedtijd, nog even en dan mag je op reis naar dromenland, het einde van de dag. Kom lekker bij me zitten, met je pyjama aan. Een piepklein verhaaltje, voor het slapen gaan. Hallo kinderen, vandaag ben ik er weer met een nieuw verhaal van Mick en Mara. Wat zullen we gaan doen? Wat gaan ze doen? Ik kan u wel wat iets verraden. Kijk maar. Naar de poes. Een poes? Oh ja, ze mochten een poes hebben. In het dierenasiel. Mick en Mara lopen met papa en mama langs hokken gaas ervoor. Daarin wonen honden en poezen die geen thuis hebben. Papa draagt de poezenmand. En Asta wacht in de auto. Maar mag je hier dan zomaar een hond of een poes uitzoeken? Ja, dat mag. Mick hurkt neer voor een zwart-wit poesje. Mara hurkt naast hem. En ze lokken hem. Poes, 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 poes. Maar hij draait zijn kop af. Ik vind hem lief, zegt Mara. Ik ook, zegt Mick. Oké, we onthouden deze zwart-witte, zegt mama. We kijken verder. Ik wil het liefst een wat ouder dier. Dit is een jonkie. Ze wijst een gevlekte poes aan. Ja, echt! Hij is gevlekt met grijze en bruine vlekken. Dat is een lapjeskat, zegt ze. Net of zijn vacht van lapjes is gemaakt. Oké, zegt papa. De lapjeskat onthouden we ook. Ze lopen naar het volgende hok. Mick en Mara knielen neer bij een dikke, grijze poes. De witte pluim van zijn staart vinden ze prachtig. Die wil ik, mama, roept Mara. Ik ook, roept Mick. Nee, zegt mama, nee, die niet. Hij gaat ruzie maken met Asta. Hoe weet je dat nou? Vraagt Mara. Hij blaast naar de andere katten, hoor maar. En dat vindt Asta niet leuk. Oké. Zegt papa, niet te grijze, we lopen naar het laatste hok. Maar Mick en Mara blijven gehurkt zitten. Ze kijken en ze lokken de grijze poes. Maar hij mauwt en blaast. Ze staan op. Bij het laatste hok is het papa die neerhurkt. En hij zegt niks. Hij wijst alleen maar. Daar. Die kleine, gitzwarte poes. Zien jullie die? Ja, ze zien hem. Zien jullie hoe hij zijn staart om zijn poten vouwt? Ja, dat zien ze ook. Maar zien jullie niet nog iets? Mick en Mara kijken. En ze kijken. Hoeveel poten heeft een poes, Mick? Vraagt papa. Ja, 4. Dat weet ik heus wel hoor, papa, zegt Mick. En Mara, hoeveel poten denk jij dat een poes heeft? Mara lacht. Gekke papa. Ja, zegt papa. Maar hoe kan het dan dat ik bij deze poes 3 poten tel? Je kunt ze niet tellen, want zijn staart ligt eromheen, zegt Mara. En dat kan ook niet. Zegt Mick. Een poes heeft niet 3 poten. Deze wel, zegt papa. Mick en Mara kijken nog eens goed. En ze kijken nog eens. En dan gaat de poes staan. Rekt zich uit. En dan... Mara slaat haar hand voor haar mond. En Mick gelooft zijn ogen niet. De kleine poes hipt als een konijn op 3 poten naar het gaas van het hok. Hij doet er zijn kopje tegenaan. En met helder blauwe ogen kijkt het naar mama. Ze vindt de poes zo zielig en zo prachtig dat ze er bijna van huilen moet. En Mick? Mick zegt, als wij hem niet meenemen, dan moet hij altijd in dit hok wonen.
want wie wilde nou een poes met drie poten? Wij, zeggen papa en mama tegelijk. En zo gebeurt het. De gitzwarte poes met de helderblauwe ogen en drie poten gaat mee in de mand. Dit was het weer voor vandaag. Jullie gaan lekker slapen. En oma zit hier de volgende keer weer. Dag, welterusten. Morgen dan zie ik je weer met een mooi verhaal. Het is tijd om naar bed te gaan. Slaap lekker allemaal. Tot morgen.